Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. In deze video is de bedoeling dat we gaan kijken afstaan met de energie van tweelingvlammen die in separatie zijn, maar dat er wel contact is. En dan kan dat zijn dat dan zo af en toe is contact is, dat kan zijn dat jullie samenwerken, dus dat er fysiek contact is, maar daarom niet per se dat jullie praten. Dus het kan eigenlijk op verschillende manieren zijn. Maar er is zeker een vorm van contact. En dan heb ik het contact in de 3D, want natuurlijk in de 5D is er altijd contact tussen tweelingvlammen. Zo, mocht je nog niet geabonneerd zijn, dan zou ik het fijn vinden als je mij volgt, abonneert op mijn kanaal. Dan help je mij om het gemakkelijker te... ja, het is gewoon eenvoudiger om te verbinden met de mensen van mijn kanaal. Dan gewoon met een random iemand die zo nu en dan eens langskomt. Dus op die manier geef jij aan dat je via mij meer nieuwe boodschappen wil ontvangen die jou vooruit helpen in jouw... tweelingvlampad, tweelingzielreis, uiteindelijk kortom je eigen zielsreis. Ik ga af en toe kaarten tonen, maar daarom niet altijd de uitleg geven, maar zo ga je ook zien wat dat er eigenlijk gebeurt. Want kijk, alchemie en Two of Challenges. Dus daar is waar je geen aan het werken bent, lieve mensen. Woep, woep. Oké. Okay. Wat moeten we, of wat kunnen we, wat mogen we liever delen met deze lieve mensen die naar deze video kijken? Die meer willen weten, meer willen leren, voornamelijk over het tweelingzielpad. Oeh, jullie krijgen 3 kaarten. Maar ik ga nog niet kijken. We gaan eerst zien wat de onderkant zegt. Seeker of Orbs, Three of Flames, Master of Crystals en Six of Flames. Je ziet flames, dat is passie, vuur, hier ook dat uiteindelijk in het fysieke brengen. Waarom ligt het ondersteboven? Omdat er nog geen fysieke connectie is. In die zin nog geen standvastige eenheid in het fysieke. En waarom? Omdat jullie allebei eigenlijk nog meer aan het leren zijn om de mind te leren begrijpen wat dat betekent om in een zielsconnectie te zijn. En om alles dat je altijd en al geleerd hebt en als waarheid aangenomen hebt over relaties, om dat los te laten. Want dat gaat uiteindelijk jou wel die flames en die passie en die ene vlam brengen, maar nu ben je nog veel te veel afgeleid door wat de anderen over relaties en passies en wat dan ook zeggen. Voor de enkele is het ook omdat er eigenlijk nog andere energieën in de connectie spelen. Dat kan gaan over verslaving, dat kan gaan over relaties, dus een andere romantische relatie. Dat kan gaan over ouders, kinderen, werk, maar dat kan ook evengoed gaan over hoe dat jouw wederhelft eigenlijk in het leven staat en in het proces staat op dit moment. Ik ga eventjes voelen dat ik deze kaarten moet leggen. Draaien hoor ik. Oké. En ik weet niet wat opvalt voor jou. Het is allemaal blauw. Blauw, 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 blauw. En hier en daar wat wit en grijs. Maar dat is overwegend blauw. Dus het heeft te maken met spreken van jouw waarheid. Maar, wat ik eerst dacht van het zijn allemaal gedachten, hè? Die orbs hier, die orbs. Gaat het spreken van je waarheid eigenlijk niet zozeer vanuit wat je denkt. Het stuk hier is, en dat is geen, daarom ook dat hier deze, die Seeker van Orbs, hè, dus leerling in het leren bemeesteren van de gedachten, en daar heb je eigenlijk een nieuwe stap gezet, daarom komt deze kaart. Maar tegelijkertijd ben je ook aan het leren om eigenlijk niet constant overweldigd te worden door die magische, prachtige gevoelens dat je voelt wanneer je verbindt met jouw tweelingvlam of je wederhelft. Want tot nu toe heeft jou eigenlijk dat alleen maar dat opgeleverd. Dat je dan veel te veel ging gaan pieken, veel te veel ging gaan nadenken. En uiteindelijk doe je dat van, ah, ik wil het niet meer. Laat het stoppen, Lindsay. Je wil niet weten hoe vaak ik dat hoor. Maar ik was ook ooit in die situatie. En het is, waarom is dat er? Dat is eigenlijk om je zo leren jouw gedachten op een goede manier te gaan gebruiken. Om je gedachten zo te gaan richten dat je focust op wat je wilt gaan ervaren. Dus nu is het gevoel dat alles je wat overkomt, het kan heel overweldigend zijn, maar kijk, die is aan het zwemmen, die is niet aan het verdrinken. Dus
Je hoeft niet jezelf te laten doen door je gedachten. Je gedachten zijn als vogels in een boom. Dus die boom zijn niet de vogels. Dat zijn eigenlijk zijn aparte energieën die gewoon komen en gaan. En zo zijn ook jouw gedachten. Dus leer ze op een goede manier gaan gebruiken. En zoals ik al 1000 keer gezegd heb, als je dat wilt, heb je er ondersteuning bij, dan ben je altijd welkom. Om dat via mij te gaan leren. Wauw, zo'n mooie kaarten. Hè. Oké. Ja, daar. Ja, dacht dat ik hem verkeerd legde. Ik ga het dus straks wat naar beneden schuiven, zodat hij het beter kan zien. Ik denk dat mijn kinderen tegen mijn camera gezeten hebben, want ik kan hier nog een heel stuk van mijn bureau dat jullie niet zien, hoe ik eigenlijk de kaarten zou kunnen leggen, maar anders kunnen jullie ze niet meer zien. Dus ik ga zo moeten weer werk maken van die goed te zetten. En nog één kaart, alsjeblieft. Oh. Deze? Nee. Dat is één kaart die zo heel gepivoteerd had op mijn dingen. Oké, wacht. Ik voel dat deze zijn. Dus ik ga deze leggen. En die zijn eigenlijk als verklaring van deze. Oké, het is zo. Wat dat goed is, want deze ligt omgekeerd en deze ligt op de juiste manier. Wacht, hè. Dan deze eventjes hier leggen. Voilà. Nu kun je dat iets beter zien. En meevolgen wat ik te vertalen heb. Wat krijgen we aan de onderkant? Om de kant krijgen we de zes van bekers. Bekers zijn verbonden met emoties. En hier in dit geval verbonden met nostalgie. En het is ook heel mooi dat je ziet dat het een mannelijke energie is. Dus een mannelijke energie voelt onbewust de kracht van de connectie. Voelt dat er iets anders is aan die connectie dan wat ze altijd gevoeld hebben, maar ze weten eigenlijk niet waarom. En wat ligt eronder? De nieuwe start in het liefdesleven. Een nieuwe start in het emotionele welzijn. Maar het is ondersteboven. Waarom is het nog ondersteboven omdat we er nog niet zijn? En kijk, wat moet er eerst komen in Nine of Pentacles? Eerst wordt er gevraagd om elk voor jezelf ook in die onafhankelijkheid te stappen. En dus eigenlijk het nodige werk te doen. En dan ga je kunnen samenkomen. Dan ga je eigenlijk die verbinding die je vroeger had, het weer kunnen gaan neerzetten. En dat is ook hetgeen dat ik in een andere reading gezien heb. Die vier was wel vijf, maar dat is hier die vier. De mannelijke energie is eigenlijk, ziet niet wat dat de zegen is van dat deze connectie gebracht wordt, maar treurt om wat er voorbij is. En dat is eigenlijk een heel mooi onderdeel ook van de groei en van de connectie. Maar blijf daar niet alleen op focussen. Laat er niet iets wijsmaken door de dingen die in 3D vertaald worden, of door de dingen dat zelfs je tweelingvlam aan jou zullen zeggen. Want in het begin gaan ze ontkennen dat ze zich zo voelen. Om maar een voorbeeld te geven, het heeft 2 jaar geduurd voor dat mijn tweelingvlam er volledig eerlijk in was. En dat hij al helemaal in het begin van onze eerste ontmoeting al zoiets had van: oh damn, dat is hier niet zomaar een connectie, maar dat is hier iets veel beters. Maar dus vanuit zijn mannelijke energie, vanuit zijn vervormde mannelijke energie, wou hij dat natuurlijk niet toegeven. Goed, wat zie je weer? 9 van bekers. Judgment, Emperor omgekeerd en de Magier. En de 9 van bekers is eigenlijk, wacht hè, hier was Nine of Pentacles dat we hadden. Hè. Ja, dus het is belangrijk om eerst volledig ook die vervulling in jezelf te gaan vinden. Vooraleer dat je, kijk. Als je niet blij bent, alleen en met jezelf, dan kan een ander ook jou niet blij maken. Als je niet van jezelf houdt, dan kan die andere ook maar tot een bepaald niveau van jou houden, omdat je het anders niet toelaat. En dat is eigenlijk het gevoel en de boodschap dat ik hierbij kreeg. Dat je leert dat, ongeacht of dat je tweelingvlam er nu al is of niet, dat je leert dat eigenlijk het leven nou mooi en prachtig en leuk en fun is. Dat overvloed er altijd is. Dat je vervulling kan vinden in allerlei verschillende dingen, los van je tweelingvlam. En net dat. In die vibratie zitten, dat gaat er ook voor zorgen dat je nog verder dieper gaat ontwaken van je ziel en van je mannelijke energie. Dus zeker als vrouwelijke energie is dat super belangrijk om dat principe te begrijpen. Want jij als vrouwelijke energie stapt op eerst op het pad. En hoe meer dat jij in jouw eigen onafhankelijkheid gaat en loskomt van al die piekerde gedachten
En leert wat je emoties als je gedachten op een goede manier te gaan neerzetten en gebruiken en interpreteren, hoe meer dat je mannelijke energie dat ook gaat doen. Want dan gaat deze zo liggen. Maar hij ligt er nog niet. Dus je mannelijke energie is nog niet die emperor, is nog niet die meester over alle elementen. Maar zowel jij als je mannelijke energie zitten in dat stukje van magier. Dus we zijn niet meer de fool, hè? We zijn niet meer aan helemaal een heel nieuw begin. En daarom zitten jullie ook in separatie, maar is er wel communicatie. Omdat jullie eigenlijk aan het leren zijn. Dat is iedere keer touch and go. Kijken van of oké, maar we hebben iets geleerd. Oké, we gaan naar het volgende. Dus weer wat triggeren, weer wat spiegelen. En hup, weer elk in zijn eigen cocon om die dingen uit te werken. Zo werkt het. En dat is oké. Okay. Dus dat wil zeggen, als jij je mannelijke energie eventjes niet hoort, dat heeft totaal niets te maken met ghosting. Of met het feit van dat ze niet into the connection zijn zoals jij dat zou willen. Of zoals jij dat voelt. Dat zijn ze wel. Maar ze staan nog niet zo ver. En vanuit het logische verstand, dus vanuit dat logische, die mannelijke energie, dan hebben ze niet die mogelijkheden om dat allemaal al te voelen en te begrijpen zoals dat jij als vrouwelijke energie doet. Maar dat is natuurlijk jouw taak. En in het begin ben je eigenlijk wat de tussenpersoon tussen je mannelijke energie en de bron en het team. Naarmate dat je mannelijke energie al verder op pad staat, dan gaat hij in staat zijn om dat zelf te doen. En dat is dan eigenlijk wanneer hij hier meer zit. Maar dus wordt het gevraagd, nu op dit moment, om ook vanuit wat jij voelt en ervaart, en vanuit wat jij nodig hebt om jou volledig vervuld, gelukkig, blij, overvloedig te voelen, om gezonde grenzen te stellen, om te kiezen voor jezelf, om jezelf op de eerste plaats te zetten en je waarheid te spreken. En daarom dat we hier ook al die blauwe kleur hadden. En van daaruit ga je merken dat dan eigenlijk dat je weer lessen gaat leren, dat je weer dingen gaat gaan oogsten, dat je de vruchten daarvan gaat merken. Het gaat niet alleen meer rust bij jezelf brengen, maar door net dat te gaan doen, ga je misschien antwoorden geven aan jouw mannelijke energie, zodat hij in staat is om los te komen van de systemen waar hij altijd nog in zit, waarvan dat hij denkt dat dingen moeten gebeuren. Of wat nu over relaties gaat, of over werk, of wat dan ook. Hij heeft jouw wijsheid en jouw verbinding met de bron nodig om vooruit te kunnen komen. En dat brengt ons bij deze kaart. Dat is eigenlijk een specifieke kaart in dit deck. Dat is niet elke deck geeft dat. En ik vind daarom dit deck superleuk. Maar dat is de Phoenix. En die Phoenix, dat is eigenlijk de geëvolueerde fool. Die volledig weer uit de assen reist. Nadat de tower en alles uitputting en wat dan ook met zich meegebracht heeft. Waarom? Omdat ze nu beseffen van dat gokje waar ik in klein gehouden word, dat is niet wie dat ik werkelijk ben. Dat is niet mijn ware aard. Ik ben zoveel meer en er zijn zoveel meer mogelijkheden. En dus hoe meer dat jij op het pad als vrouwelijke energie dat en die energie stapt en jouw universum echt vanuit die hogere vibratie van de wereld en van jezelf, van je nieuwe versie, waar dat je geleerd hebt om jouw gedachten voor jou te gebruiken, vanuit oneindige mogelijkheden en niet vanuit beperkingen. En waarin dat jouw emoties jouw leidraad zijn om te weten of dat iets goed voor jou is of niet goed, hoe meer dat jouw mannelijke energie ook in staat gaat zijn om vanuit die Sphinx-energie zijn leven vorm te gaan geven. En dan ga je merken dat die groei gaat ook in fases. Dat gaat niet in één mooie rechte lijn omhoog. Maar dat gaat in een golvende beweging omhoog. En dat is hoe dat ook werkt. Jij leert lessen, je integreert dat, je spiegelt dat stukje terug aan je mannelijke energie. Hij leert de les en dan krijg jij de vruchten daarvan terug in jullie connectie. Waardoor dat uiteindelijk geven en nemen altijd maar gelijkmatiger wordt. En in het begin is voornamelijk de vrouwelijke energie die ruimte houdt, die heel veel liefde geeft, die heel veel geduld geeft, die echt constant in overgave en vertrouwen gaat. Maar vanuit een gezonde bescherming en vanuit gezonde liefde eigenlijk voor zichzelf. En dan ga je merken dat naarmate dat de mannelijke energie ook meer in de healing gestapt is en in de bewustwording gestapt is en in dat hogere bewustzijn, dat hij in staat is om je tegemoet te komen, omdat hij dan eigenlijk op dat moment degene is wat jij nodig hebt. Waar je waard bent, zou ik bijna zeggen, maar ja, bij sommigen kan het ook een negatieve waarde met zich meebrengen. Dat is niet, zeker niet de bedoeling. Ik kreeg hier één. En deze maak. Ik was aan het luisteren wat ze zeggen. Delen. En dat is hetgeen wat je moet weten. Kijk, een tweelingvlamconnectie, een diepe zielsconnectie. Dus niet alleen tweelingvlam, maar ook diepe zielsconnecties. Die breken jou volledig open. Tot op het puurste, zuiverste, laatste greintje dat je nog eigenlijk hebt.
Waarom? Omdat de bedoeling is dat je een volledig zuiver kanaal wordt voor die hogere energie, voor die onvoorwaardelijke liefde. Maar van daaruit verlicht je niet alleen de aarde, maar breidt dat ook uit naar de rest van de aarde. En naar mensen die geen tweelingvlam en geen tweelingzielen zijn. En dat helpt ons om die nieuwe matrix te gaan creëren, om die nieuwe wereld te gaan creëren, waar we nu vastzitten in die structuren, in die beperkingen, in die vanuit die controle en die macht en die selecte groep die daar probeert controle op te houden voor eigen gewin, gaan we meer en meer dat open trekken, zodat iedereen opnieuw de kansen krijgt om te leren wat dat jij nu aan het leren bent en om die overvloed te ervaren, die onvoorwaardelijke liefde allemaal samen te ervaren. En nou eens kijken welke vlammen dat er jullie behulpzaam kunnen zijn op dit moment. Ik vind het ook altijd leuk om te horen met welke boodschappen of wat je eruit geleerd hebt, omdat het voor mij dan ook weer handig is om te weten waar dat collectief ergens staat in het begrip rond dergelijke diepe zielsconnecties. Want er is heel veel informatie verspreid en ook met opzet heel veel negatieve en verkeerde informatie. Ja, en daarom kijk Aartsengel Metatron komt de buurt naar boven met wisdom. Waarom? Omdat mijn taak is, en van een aantal andere tweelingvlammen nog, om de juiste informatie te verdelen. Om vanuit liefde en licht en vanuit het hogere bewustzijn, dat diamantenbewustzijn, informatie te verspreiden. Voilà, en dat doen we samen met Aartsengel Michael, die jullie beschermt, die de connectie beschermt. Want het samenbrengen van dergelijke connecties is zo belangrijk voor het collectief, voor het grotere geheel, dat waar dat we als tweelingvlammen, en ik heb het zelf ook maar nog meermaals dus weer ervaren, dat eigenlijk hoe hoger dat je gaat gaan stralen en hoe hoger dat je je nek gaat gaan uitsteken, ook energetisch gezien, hoe sneller dat je gezien wordt en hoe sneller dat je weer gesaboteerd wordt. Dus, maar weet dat je ook daarin beschermd wordt. Als je dat wilt weten, dan zijn er ook een aantal dingen dat je dat extra kan doen om je nog te gaan beschermen. Nu weet ook dat dat niet voor iedereen van toepassing is. Dat heeft te maken met de missie die je hebt en waar dat je ergens staat in je ontwikkeling. Maar als je voelt van dat je misschien het idee hebt dat je inderdaad gesaboteerd wordt of dat er iets is buiten jou af, dan kan je altijd ook gewoon een sessie met mij reserveren. Je hoeft daarom niet altijd onmiddellijk in trajecten te gaan. Maar dat is, kan je, kunnen we eens kijken waar dat aan de hand is. En mocht het nodig zijn, kan ik je een aantal tips en tricks en tools meegeven, zodat je in de toekomst zelf een oplossing kan aanbieden. Maar dat is de bedoeling, dat we allemaal verantwoordelijkheid kunnen nemen voor onze eigen groei. Hè? Maar in het begin leren we van elkaar. Voilà. En we nog één kaart van deze. Oh, Purity and Innocence. En het is kaart 51, 6. En die heeft ook laat me verbinden aan denken aan die kaart dat we hier hadden. En ook weer een 6. Dus je gaat het pad van tweelingvlam lopen, van je ziel lopen, is eigenlijk terugkeren naar zuiverheid en onschuld. En dat is hetgeen waar we allemaal, ziel voor ziel, hart voor hart, naartoe aan het werken zijn. Zie hoe dat ook dat blauwe is, maar weer iets lichter van kleur. Mooi om te zien dat dat dan in combinatie met die diamanten energie naar boven komt. Jouw unieke frequentie brengt succes en overvloed. Jouw vibratie maakt magnetisch. En daarin vertel ik eigenlijk al iets over hoe dat je kan gaan manifesteren. Als je dat wilt, dan kan je ook vanaf volgende week met mij samenwerken in een 8 weken durende traject rond seksueel alchemie. En dus een van die dingen is dan natuurlijk je vibratie en je eigen energie. Zet geen filter op je leven, maar leef ten volle. Yes. Oké, een kaart voor de vrouwelijke energie hier in deze connectie. Wees gewoon jezelf. Perfectie is een illusie. En dat is ook zo. Hoe meer dat je echt jezelf bent, hoe magnetischer je wordt voor je mannelijke energie. En dan een boodschap voor de mannelijke energie in deze connectie. Hopla, die kreeg je natuurlijk weer twee. Splits je grotere droom in kleinere doelen. En verbind je met je seksuele energie. Wat had ik daarnet nog gezegd? Oké, wat is de boodschap van de vlammen? Oké, deze niet. Ik ga eerst ook deel 2 van de vlammen nemen. Kunnen we die samen nemen? Allee. Oké, dank u. Wat hebben we hier allemaal? Je logische verstand leert wat je ziel, hart, ja, je ziel en hart reeds weet. Ik was een woord vergeten. 3 is het getal van manifestatie, dus dat is mannelijke, vrouwelijke energie en dan 3 de connectie.
Eenheid in jezelf brengt je bewuste relaties. Dus, mocht je dat niet begrepen, dat wil zeggen, eenheid in jezelf, dus mannelijk en vrouwelijk die jezelf in eenheid brengen, brengt je automatisch relaties die dat weer spiegelen. Gebruik je energie wijs voor je hoogste goed. Ontvang source healing, dus bronhealing, met de zuiverste energie, via een blauwe roos in je hartchakra. En dat kan je gewoon visualiseren, dat je eigenlijk een beetje dit kleur ongeveer, maar een blauwe roos in je hartchakra gaat gaan plaatsen. En een extra energiewerkopdracht voor jullie is: pas je grondingscode aan en optimaliseer ze aan je nieuwe staat van zijn. En naarmate dat je meer en meer en hoger op het pad loopt van je ziel, hoe belangrijker dat is om je grondingscode regelmatig aan te passen, zodanig dat je goed gegrond blijft. Want een goede gronding is des te belangrijker om eigenlijk boodschappen van je team te ontvangen. Zo, dat was voor deze video. Ik hoop dat jullie heel wat inzichten er hebben aan gehad. Geef een likeje als je het inderdaad leuk vindt. Heb je vragen? Zijn er onduidelijkheden? Loop je ergens tegenaan? Dan kan je ofwel een comment zetten in de video, onderaan deze video, ofwel mij contacteren via de website als je het wat te persoonlijk vindt. Dat kan ook. Heb je zin om met mij samen te werken? Dan zijn er verschillende mogelijkheden. Dus ook kijk gewoon onderaan deze video en dan ga je wel zien. Tot waartoe dat je aangetrokken voelt en wat dat jouw aandacht trekt. En dat is dan hetgeen dat je op dit moment mag mee aan de slag gaan. Zo, dat was het voor deze video. Ik zie je in de volgende en fijne dag nog.